Leden van de Staten-Generaal. Bij haar beleid op cultureel en maatschappelijk gebied schenkt de regering bijzondere aandacht aan de jeugdproblematiek. De regering schonk in 1966 inderdaad aandacht aan de jeugdproblemen, vooral door tussenkomst van de politie. Het leek op een strijd tussen de jeugd en de ouderen. Twee generaties die elkaar voor degeneraties hielden. Maar er waren zelfs jeugdigen wie dit probleem boven de pet ging. Nederland was opeens niet meer het land van het knusse Hollandse binnenhuisje, met een Brabantse boerenkachel in de kamer en een afluisterapparaat in de bedstee. Wel was het nog altijd het land van de zuilen, waarbij je tegenwoordig zelfs niet meer aan de omroepster kunt zien wat er eigenlijk achter zit. De Tros spande zich in om het zuilenstelsel te doorbreken, maar het resultaat was weinig overzichtelijk. Nederland betreurde het verlies van een man die werkelijk bijdroeg tot een beter onderling begrip. Het licht der wetenschap werd brandende gehouden door de regering, met minister Kals om universiteiten te openen en Diepenhorst om de studenten naar buiten te houden. Op het terrein van de kunst werden grote doelen nagestreefd en bereikt. Er waren tekenen die erop duiden dat de abstracte kunst over zijn hoogtepunt heen was. Minder abstract was de poëzie, die zich weer bediende van het rijm. Prinses van Lippe-Biesterfeld, oud 28 jaren, wonende te Baren, die verklaarden dat zij voornemens zijn met elkander een huwelijk aan te gaan. Fijnzinnige symbolen benadrukten de komende gebeurtenis. Hoge onderscheidingen hingen klaar voor de voorlichtingsambtenaren, die onder andere tot taak hadden de buitenlandse bruiloftsgasten op het vernieuwde Schiphol een gepaste ontvangst te bereiden. De kruidfabriek in Muiden had zijn kracht onderschat. Maar erger was dat andere bedrijven hun kracht hadden overschat. Mijn Maurits, mijn Hendrik en mijn Emma moesten sluiten. Maar onze Juliana bleef openstaan voor ideeën om het bedreigde Zuiden aan nieuwe werkgelegenheid te helpen. Philips liet zijn licht schijnen over zijn eigen leeftijd. Maar zelfs daar was het niet te verhinderen dat er ongebruikelijke vormen van persoonsverheerlijking optraden. Tot verlichting van de regeringszorgen droeg een onderaardse bron van waardevast geld in niet geringe mate bij. Minister Smallenbroek had veel gemak van een toestel waarmee twee sigarendozen tegelijk konden worden beschreven. Daarmee werd de Amsterdamse hoofdcommissaris Van der Molen ten val gebracht. Helaas beging de minister een fout door zijn auto wat slordig te parkeren. Dat hij zichzelf aangaf mocht niet meer baten. Ook Smallenbroek kwam ten val. Om verder te worden meegesleurd in de Drentse hoofdvaart der volkeren. Toen ook de nacht van Schmelzer nog viel, was het spel uit en viel alles. Schmelzers strandwandelingen brachten hem als formateur tot het inzicht dat het schip van staat was gestrand. Begrijpend dat de afbraak van het schip ook de afbraak van zijn politieke carrière zou betekenen, liet hij de zaak over aan de nationale reddende engel, de heer Beel. Voor diens geest zweefden verschillende mogelijkheden. Koekoek, nee. Toxopeus, nee. Marga, nee. Rolvink, nee. Zijlstra, ja. Ook voor formateur Zijlstra was het nog een kwestie van passen en meten om alle plaatsen in het kabinet juist te bezetten. Maar met hem was de victorie. Wie komt er in mijn kabinetje? Veldkamp. De Jong. Witte.
Biesheuvel. Diepenhorst. Verdam. En Luns wou weggaan, maar liet zich bepraten. Minister-president Zijlstra presenteerde zijn kabinet alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, waarvoor velen het ook hielden. Hij begon dadelijk met de versterking van 's lands precaire financiële positie door een aantal pijnlijke maatregelen zo pijnloos mogelijk uit te voeren. Met veel vuur en dus ook veel rook zette minister Zijlstra alle zeilen bij om met een wat zuiniger lopend staatsschip en met de jongere generatie voorlopig nog als stuurlui aan de wal voor een 3-maandse proefvaart het ruime sop te kiezen. Zo zetten we koers naar 1967. Onbevreesd voor de krachten die onder het wateroppervlak wachten op hun kans. Gelukkig